Europees kampioen. Dat kan alleen maar omdat er geen Olympische trui is. Hier is de Olympisch kampioen aan deze zijde, Anna van der Breggen. Op zich viel me het redelijk mee gisteren. En het is altijd even wennen, de eerste koers weer, het optrekken naar de bocht. De trainingen zijn toch anders dan de wedstrijd. Dus de eerste wedstrijd is altijd pittig. En natuurlijk voel ik mijn benen nu. Maar ja. Ik denk als ik een half uurtje onderweg ben, dat wel hopelijk weer een stukje minder zal zijn. Het zou mooi zijn als er iets meer wind staat en dan is er iets meer actie onderweg. Het lijkt hier nog niet echt winderig, maar ik hoop als we het dorp uitrijden en op het platteland hier komen, dat het dan iets meer is. We staan hier weer met een aantal goede sprinters aan de start. En daarnaast zijn er veel clubrensters die graag van voren willen zitten. Dus zal het gewoon lastig zijn om van voren te zitten. Dus als er een beetje wind staat en we kunnen de groep kleiner maken en een zware wedstrijd van maken, dan is dat voor ons gewoon het beste. Ja, het was op zich wel heel hectisch. Op een gegeven moment kwam alles weer bij elkaar. Of alles, best wel een grote groep. En op een gegeven moment trok volgens mij Orica het weer op de kant. Toen zaten we heel mooi erbij. Ik denk dat we een groepje van 25 over hadden. En ik zat met Chloe erbij en met Romy Casper. Dus we zaten met z'n drieën van Cipollini erbij. Dus dat is gewoon perfect. Natuurlijk wel leuk, veel publiek is aan de kant, dus dan hoor je je naam, het is altijd wel prachtig. Maar ik moet zeggen, in andere landen om te koersen vind ik ook geweldig. De laatste ronde, nog één ronde te rijden. De laatste ronde. De laatste tijd hebben we gewoon heel veel pech gehad. We rijden continu wel goed. Maar ja, overwinning is toch altijd wel fijn om te hebben. En dat heb je soms gewoon even nodig. Een mooie podiumplek of een overwinning. Chloe Hoskin! Het wordt Chloe Hoskin! Jawel, Chloe Hoskin wint hier! We gaan met z'n allen vanavond naar Duitsland toe, naar een hotel. Dus kunnen we mooi even vieren. En dan morgen gaan we naar Italië. Dus kunnen we mooi even een feestje van maken. Awesome job! You're so good! You're so good!